Goedemorgen dames en heren, welkom hier bij de locatiekeuring bij stal Sipma te Rotem. Samen met mijn collega Corrie Terpstra gaan we hier vandaag een 12-tal paarden keuren. Met de eerste paard is al in de baan, dus veel kijkplezier. Welkom to the people abroad, to the location inspection here at the stables of Sipma and Rotem. We're gonna together with my colleague Corrie Terpstra, we're gonna judge about 12 horses. The first horse is in Arena, number one, Tura M, sired by Bartle out of a dam of Lambert. Breeder is W. Meuleman, owner is J. Veenstra Sumarum. The height of the wood is 168. Nummer 1 in de baan, Tura M. De hoogtemaat 1,68 meter. Vader is Bartle. De moeder is een sterpreferent, de Mary van Lammert. Fokker, W. Meuleman. Een eigendom van J. Veenstra uit Sumarum. Hierbij de uitslag van paard nummer 1. Paard dat goed in trastype staat, mooi edel hoofd heeft, ook lengte in de hals heeft, goed gevormd. De bouw mooi schouder erin heeft liggen, de rug is goed gevormd, mocht iets meer bespiering hebben. Kruis qua ligging is het goed, maar we hadden graag meer lengte gezien.
Beenwerk is voldoende rechtgesteld. Qua hardheid hadden we graag iets meer hardheid in gezien. Vooral in de achterbenen. De stap heeft voldoende ruimte, maar misten we de kracht. Ook hadden we graag iets meer lossigheid en iets meer doortreden willen zien. En een draf hadden we graag ook meer kracht gezien. Heeft hij wat moeite met de balans, heeft soms ook wat moeite met de regelbaat. Gezien zijn rastype en de goede bouw wordt dit opgenomen in het standboek, zonder premie. Dank u wel. Horse number 1 is taken in a studbook without premium. Thank you. Hierbij de uitslag van paard nummer 2. Paard dat voldoende in het rastype staat, voldoende sprekend hoofd, is iets lang. De hals staat er goed op, we hadden graag iets meer neklengte gezien. In bouw komt hij een beetje gedrongen over, hij is wel hoogbenig, maar we hadden graag iets meer lengte in het lijf gezien. Ook vrij hellend in het kruis, beenwerk is voldoende kwaliteit, ook voldoende rechtgesteld en voldoende hardheid.
De beweging, de stap, hebben we even nog de kans gegeven na het draven voor zich nog eens een keer te tonen. Maar daar missen we toch de regelmaat en de takt. De draf heeft een voldoende houding, voldoende ruimte. Kon iets meer gedragen zijn en niet meer souplesse tonen. Maar gezien zijn beperkte stap, waar hij de regelmaat mist, kunnen we dit paard helaas niet opnemen in het stamboek. Nummer 2 is not taken into the stamboek. Hierbij de uitslag van paard nummer 3. Paard dat goed in het rastype staat, een sprekend hoofd heeft, goed gevormde hals, mocht misschien iets verticaler zijn, nog veel behang erop. In de bouw is hij voldoende lang gelijnd, heeft ook een goede bovenlijn in. De ligging van het kruis hadden we graag iets anders gezien. Hij doet een beetje vroeg rijp aan, verder is hij wel degelijk gebouwd. Beenwerk
is voldoende rechtgesteld, ook voldoende hardheid. De kogels zijn iets rond. De stap heeft een goede ruimte, goede takt erin. Voldoende activiteit en een draf maakt hij ook voldoende houding. Heeft hij ruimte, voldoende kracht. Hij mocht er iets meer in klimmen, hij blijft iets op de voorhand. Maar technisch loopt hij wel goed. Dus in totaal wordt dit paard opgenomen in het stamboek en sterverklaagd met een tweede premie. Horse number 3 is taken in the statbook. Star with the second premie. Thank you.
Paard nummer 4. Paard dat ruim voldoende trastype staat. Een verticale hals. Waar hij graag iets meer neklengte gezien. Dat hij wat lichtere hoofd-halsverbinding had. Heeft wel voldoende behang erop. In de bouw heeft hij een heel goede romprichting. Mooi opwaarts gebouwd. Ook lang voorbeen erin. Schouder ligt er voldoende in. Rug is voldoende sterk. Had misschien iets meer rek in het lichaam mogen hebben. Iets langer gelijnd, maar is wel een goede romprichting. Dat is positief. Beenwerk is voldoende rechtgesteld, ook voldoende hardheid. De stap blijft hij toch een beetje beperkt. Moet hij meer doortreden, meer ruimte maken. Heeft voldoende takt. Een draf waardeert het paard zich wel op. Heeft hij heel veel balans. Hele mooie manier van lopen opwaarts. Heel veel buiging in de gewrichten. Gezien zijn goede draf en voldoende rastype wordt het paard opgenomen en sterverklaard met een tweede premie. Horse nummer 4 is taken in the studbook, star with a second premie. Thank you.
hierbij de uitslag van paard nummer 5. Paard dat goed in het rastype staat, een mooi hoofdje heeft, een mooi klein hoofd. Veel lengte in de hals, dus wel een beetje onderhals. Iets naar voren hadden we graag iets meer verticaal willen zien. Paard dus goed gebouwd, mooi schouderdun, lang kruis, bovenlijn voldoende sterk. Had graag iets meer lengte in het voorbeen gezien. Het beenwerk is voldoende rechtgesteld, ook wel hardheid in. De sprong rechtsachter hadden we graag iets anders gezien willen van bouw. De stap hebben we even aandachtiger moeten bekijken en ook even uit moeten discussiëren. Heeft hij heel veel ruimte, maar er mist toch soms met moeite de regelmaat dat hij rechtsachter iets overactiever is. Hij schommelt ook een beetje in het kruis, dat is toch een beetje de beperkte factor. De draf waardeert hij zich dan wel op, maar heeft hij veel buiging in, in de gewrichten. Heeft ook goede ruimte in. Kon daar net iets meer erin klimmen, iets meer draging tonen. Gezien zijn beperking in de stap en ook de bemerking op het beenwerk, wordt dit paard opgenomen in het stamboek zonder premie. Number 5 is taken in the stepbook without premie. Thank you.
hierbij de uitslag van paard nummer 6. Paard dat voldoende trastype staat, mooie verticale hals erop heeft, ook voldoende sprekend hoofd. En de bouw, goede beleiding, goede aansluitingen. Hij is wel neerwaarts gebouwd, hij mocht wel meer lengte hebben in het voorbeen. Kwaliteit beenwerk en voorbenen. Linksvoor kon hij iets correcter gesteld. De achterbeen is wel is iets recht, ook iets nauw. De hardheid is voldoende. De stap heeft hij voldoende ruimte, voldoende takt. Blijft wat op de voorhand lopen. De draf waardeert hij zich wel wat op. Heeft hij een goede ruimte, goede kracht. Hadden we graag ook iets meer zien reizen naar voorhand. Iets meer zien inklimmen. En nog iets meer op het achterbeen zien komen. In totaliteit wordt dit paard opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 6 is taken in het studboek met een third premie. Thank you. Hierbij de uitslag van paard nummer 7. Paard dat goed in trastype staat, verticale hals erop heeft, ook voldoende sprekend hoofd. De bouw hadden we hem graag iets langer gelijnd willen zien. Ook in de middenhand hadden we hem graag sterker gezien, rug, lende, partij. Ook de lengte in het voorbeen hadden we graag iets langer gezien.
Kwaliteit beenwerk is goed, het is voldoende rechtgesteld, ook voldoende hardheid erin. De stap is actief, voldoende ruim. De draf heeft hij ook wel activiteit, maar blijft hij toch in iets hoger ritme. Moest hij weer meer over de rug gaan, blijft hij wat op een voorhand, moest het voorbeen verder wegzetten. Het paard wordt vandaag gepremeerd met een derde premie. Voor een hoge waardering moet de qua bouw en draf meer overtuigen. Dank u wel. Horse number 7. Today is studbook with a third premie. Thank you. Hierbij de uitslag van paard nummer 8. Een paard dat voldoende trastype staat, lange halsdrop heeft, ook veel behang. Kon iets meer kap hebben. En de bouw wel lang gelijnd, maar we missen toch de aansluitingen. Kon ook
sterker in de bovenlijn zijn. Beenwerk voldoende rechtgesteld. We hadden ook graag iets meer kwaliteit in de achterbenen gezien. De stap heeft voldoende ruimte. We hadden graag iets meer kracht gezien. En een draf maakt hij ook ruimte. Heeft hij veel ruimte. Heeft voldoende kracht. Ook voldoende houding. Maar gezien de bouw en het beenwerk toch... staan de premie vandaag in de weg. Dus blijft het standboek zonder premie. Dank u wel. Hierbij de uitslag van paard nummer 9. Paard met een royale voorhand. Mooie lange hals erop. Het hoofd kon iets sprekender zijn. Een bouw heeft hij wel lengte in het lijf. Maar de middenhand hadden we toch graag sterker gezien. Zeker gezien zijn leeftijd. Beenwerk heeft wel hardheid. De voorbenen kon iets correcter gesteld zijn. De stap heeft voldoende ruimte, voldoende tact erin. We hadden graag iets krachtiger en iets meer activiteit willen zien. Een draf is hij lichtvoetig. Komt hij ook mooi van de vloer. Heeft hij voldoende ruimte. Kon er net iets meer inklimmen.
Vandaag gezien de bouw en de stap toch iets beperkt voor de eerste premie. Dus dit paard krijgt geen uitnodiging voor de tweede ronde. Dank u wel. Number 9 is not invited for the second viewing. Thank you. Hierbij de uitslag van paard nummer 10. Paard dat goed in trastype staat. Mooi front erop heeft, ook veel behang. Een helder blik. De bouw evenredig gebouwd. Een goede bovenlijn in. Hadden graag iets meer beenlengte gezien. Kwaliteit van beenwerk hadden graag toch iets meer kwaliteit gezien. Met name de achterbenen. De stap is voldoende ruim, voldoende activiteit. Ook in de draf heeft hij voldoende ruimte. Worden graag toch iets meer kracht, iets meer in de voorhand reizen en iets meer
voorbeeld verder wegzetten. Het paard heeft ook een goede IB opgelopen. Maar vandaag, de kwaliteit beenwerk staat hem toch in de weg voor die eerste premie. Heel goede Stermerrie, 15 jaar, Kroonmerrie, sorry. 15 jaar oud, heeft zich goed bewaard. Maar vandaag schiet hij toch nog tekort voor een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Bedankt. Nummer 10 is not invited for the second viewing. Thank you. Hierbij de uitslag van paard nummer 11. Paard dat veel rastype toont. Royale voorhand heeft. Ook mooi gevormde hals.
ietsje zwaar misschien, veel behang erop heeft. Ook een sterk gebouwd, voldoende lang gelijnd. Het kruisliggen kon misschien iets anders zijn. Heeft een goede bovenlijn in. Beenwerken voldoende kwaliteit. Kleine bemerking in de voorbeenstand, maar verder oké. De stap, ja, was je wat drukker, wat gespannen. Als je dan de rust vindt, de ontspanning vindt, komt hij wel wat ruimte in. Heeft voldoende kracht erin. De draf heeft hij ook veel vermogen. Een goede houding, ook over de rug loopt hij. Dit paard krijgt vandaag een eerste premie. En hierbij uitgenodigd voor de tweede bezichtiging. Number 11 receives a first premie. An invitation for the second viewing. Thank you.
Hierbij de uitslag, paard nummer 12. Een paard dat voldoende trastie bestaat, veel behang erop heeft. Hal dus voldoende qua vorm. Dat hadden we graag iets verticaler gezien. Hij is horizontaal gesteld. De bouw is hier hoogbenig. De schouder hadden we graag iets schuiner willen zien. Bovenlijn is voldoende sterk. Kruig hadden we graag iets meer lengte gezien. Beenwerk is voldoende kwaliteit, toch voldoende rechtgesteld. De stap heeft hier voldoende ruimte. We missen daarbij een beetje de souplesse en het doortredend achterbeen. En een draf, dan heeft hij ook een voldoende ruimte. Hij probeert over de rug te gaan, dat is op een goede manier, willen we zien. Maar dan mist hij toch nog de kracht vanuit het achterbeen. Heeft hij nog wat moeite met de balans. Hij komt ook nog heel jeugdig over. Op het moment mis je ook nog in de beweging de overtuiging voor een sterpredicaat te behalen. Dus vandaag geen ster. Nummer 12 is No Star Today. Thank you.
hierbij de uitslag van paard nummer 11 bij de tweede presentatie. Paard dat goed in het rastype staat, ook sterk gebouwd is, beenwerk goede kwaliteit heeft. De paard is een eerste premie, kroonmerrie, komt vandaag voor model. Dan moet ze ook de tweede ronde in de beweging overtuigen. Heeft een goede stap, krachtige stap. We hadden graag toch iets meer lossigheid, iets meer souplesse gezien in draf. Maakt ze ook een goede houding, heeft ze veel vermogen. Maar missen we toch het schakelend vermogen, moet ze toch iets meer op het achterbeen komen. Iets meer ondertreden. Dus een hele goede merrie, goede kroonmerrie, eerste premie. Maar voor model schiet ze vandaag toch net iets te kort. Ook de IBOP heeft een goede IBOP, maar de IBOP is niet compenserend voor dit. Dus proficiat met deze presentatie. Mooie eerste premie kroonmerrie, maar voor model is het vandaag net niet gehaald. Dank u wel. Oké, hier zijn we tot het einde gekomen met deze keuring. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze presentatie. Morgen gaan we weer verder met de ABFP. En vrijdag is er ook weer een locatiekeuring in Ede. Dank u wel. Voor de viewers abroad, number 11 is no model mare. She is a good first premium crown mare, but we need movement, more suppleness and more acceleration. So no model today, but a good first crown mare. Thank you for viewing. I hope you enjoy the presentation and see you next time. Thank you.